Goeiedag iedereen, te Terneuzen. Dus ik ben hier aan de N290. Drukke route. Verbinding met Hulst. Dus hier zal men een extra weg aanleggen voor de woonwijk Othene. Ik had er al vorig jaar over. En dan hier het punt, dus de laan van Othene. Ik ga nog even eerst zo tonen en dan de andere kant. Dus hier die laan van Othene, ja, snelle verbinding met Terneuzen Centrum feitelijk. En dan nog even de andere kant hier, de locatie van de nieuwe route die er zal komen. Dus meer bepaald hier dan de verbinding naar de andere kant. Dan ben je ook wel snel aan de locatie van het hospitaal en zo. Dus hier komt de baan rechtstreeks de verbinding met woonwijk Othene. En dan ook een rond punt. Dat is wel bijzonder goed, maar het is ook wel lastig voor het woon-werkverkeer. Studenten die naar hier moeten, naar dit fietspad. Dus momenteel maakt men de locatie vrij om dus deze route te kunnen aanleggen. Het is ook wel goed voor de verkeersveiligheid, want de studenten bijvoorbeeld moesten ook via de polderroute en dan ook rechtstreeks de verbinding met de N290 was een lastige zaak. Ik heb er ook in de tijd wel beelden van gemaakt. Ik heb hier een goed voorbeeld, dat is hier een oversteekplaats, beste mensen. Van de woonzone naar hier, moet dat hier een keer zien. Moet je zien de snelheid en de fietsers die hier over moeten. Dus 80 km per uur. En hier moeten de fietsers oversteken. Ja, en daar gaat de boom. Ja, natuurlijk, het natuur is natuurlijk wel van belang. Maar hier natuurlijk, voor het aanleg van deze verbindingsroute was er voordien ook wel geen route. Het was volledig hier dus een open veld. Bon, nu dat ik toch even nog heb over deze woonwijk. Er is nog altijd geen openbaar vervoer. Dat is al jaren zo. Dus die bus eenmaal per uur gaat langs de N290. Verbinding Hulst busstation met Terneuzen busstation. Op het stadhuis en zo. Het ziekenhuis, maar dus hier in deze woonwijk is er geen halte. Die halte wordt gewoon overgeslaan feitelijk. Allee, de woonwijk wordt overgeslaan, dus er is totaal geen mogelijkheid tot OV. Dus dat is ook wel een punt die moet in orde komen. Misschien met het rondpunt daar, dat men dan een extra route kan voorzien voor de bus. Zo, dat was het even hier. Een update te Terneuzen. Dus de werken volop bezig voor de verbindingsroute N290 en woonwijk Othene. Tot de volgende!